Voorleesdag op de Kanguru School. Regering ondersteunt de situatie in het binnenland. En blamprijs gestegen vanwege de oorlog. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Voorlezen is leuk, gezellig en stimuleert de fantasie en taalontwikkeling van kinderen. Op de Kanguru High School werd er in verband met de voorleesmaand een voorleesdag gehouden om lezen te stimuleren. Zeven gasten werden uitgenodigd om voor te lezen aan de leerlingen van Kanguru High. Dit om het lezen bij de kinderen te stimuleren. Ook de bekende schrijver Rappaar was aanwezig om zijn beroemde boeken voor te lezen. Ik heb met ze een nieuw literair werk, Surinaams werk, met ze behandeld. Een jager verdween, dat is voor hun niveau heel geschikt. Het is een bekroond boek, het is de eerste prijs van de schrijfwedstrijd. En men klaagt vaak dat er geen Surinaamse boeken voor de jeugd, of jongere, oudere jeugd is. En dit is er nou net eentje van. Ja, maar dan moeten de mensen wel de toestemming krijgen om het te mogen lezen voor hun literatuurlijst. En daar schort het nogal soms wat aan. Die hersenen zijn op een andere manier bezig als je leest en schrijft dan als je spreekt en luistert. Spreken en luisteren leer je automatisch. Alleen je moederbuik leer je geluiden beschrijven hebt staan. Maar lezen en schrijven moet je leren. Dat werkt veel dieper in op je ontwikkeling, op je hersenen. Je houdt dingen veel langer vast. Je leert diepere structuren zien. Daarom heeft men het altijd erover. Het staat zwart op wit. Elk kind vindt het leuk om mooie verhalen te horen. Het is niet alleen goed voor je eigen taalontwikkeling, maar ook voor de fijne momenten en de herinneringen die worden gemaakt tijdens het lezen. Ze heeft over het gezegd over wat ze moet doen in het leven van je moet de politie zijn en dingen zo. En ze had een boek dat ze moest lezen voor ons. Er was een politieagent gekomen om ons te vertellen hoe je politieman of politievrouw moet worden. Ik ben wel goed in lezen, maar ik hou niet van lezen. Het was niet alleen een voorleesdag op de Kanguru High, maar ook de vieren van Pagwa. De studenten hebben genoten van lekker eten en muziek. Vanwege de COVID-19-pandemie wereldwijd is Pagwa 2 jaren niet echt gevierd. Normaliter hielden we elk jaar wel een heel groot Pagwa-feest. Maar dit jaar zijn we niet van plan iets te houden. We gaan gewoon bij familie thuis. Morgen wordt er in verschillende landen het Holi-feest, beter bekend als Pagwa, gevierd. Er wordt dan gespeeld met verschillende kleuren poeder, kleurstoffen en water. De bewoners van het binnenland die zijn getroffen door de overstroming, krijgen hulp van de regering. 6 miljoen SRE is vrijgemaakt om de mensen te helpen in de situatie waarin zij zich nu verkeren. Al enkele weken hebben de bewoners in de verschillende gebieden in het binnenland wateroverlast. Dit heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen hun woonplek moesten verlaten. Huizen, restaurants, scholen zijn allemaal onder water gelopen. De situatie is heel erg en de regering gaat helpen. De eerste tranche, meneer de voorzitter, is 6 miljoen vrijgemaakt aan NCCR om de noden die er zijn, om die aan te pakken. Maar dat is de voorlopige begroting van NCCR. En mocht er nog meer hulp nodig zijn, dan gaat de regering nog meer inspelen. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, dat zich bezighoudt met zulke situaties, gaat deze week naar de getroffen gebieden om hulp te bieden aan de mensen. U weet, het is een heel grote strekking in het binnenland waar er wateroverlast is. En NCCR is begonnen in het Matawai-gebied. Dat betekent vanaf het dorp Boslanti tot en met Kwakugrong. Hebben ze geprobeerd om hulp te bieden. Voedselpakketten, tapolien, dekens enzovoorts. En de streven is dat we eind deze week alle gebieden onder controle te krijgen, meneer de voorzitter.
Het binnenland heeft elk jaar last van overstromingen door aanhoudende regens. Verschillende assembleeleden hebben aan de vicepresident gevraagd wat het plan is voor de mensen in de getroffen dorpen. De regering is, heeft ook hetzelfde idee. Natuurlijk, meneer de voorzitter, is het des dorp, die mensen die daar wonen, hun eigen wil. Als ze zeggen van oké, we willen naar een hogere gelegen gebied verhuizen, dan is de regering al ready om hulp te bieden. In het oosten van Europa is er onrust tussen Rusland en Oekraïne. Er is een oorlog tussen die twee landen en dat heeft nadelige gevolgen voor de rest van de wereld. De prijzen van brandstof en voedsel stijgen langzaam. Ook in Suriname gaan de prijzen omhoog. Brood, koekjes, roti, bol en pizza zullen voortaan iets duurder kosten dan wij gewend waren. Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de prijzen van meel en granen voor 40% omhoog gegaan. Een van de belangrijkste voedingsmiddelen die uit meel gemaakt wordt is brood. Dit kan ervoor zorgen dat de prijzen van brood ook zullen stijgen. Voor mensen die afhankelijk hiervan zijn, kan deze prijsstijging zorgen voor moeilijke tijden. Ik vind het niet iets nieuws, want alles stijgt nu tegenwoordig. Alles is duur. Dus, en ik ook, wij eten ook niet echt brood, dus we gaan niet echt brood kopen. Dus, maar het is wel erg voor die mensen die like 10 of meer kinderen hebben en die like veel eten, hoe hun het gaan permitteren enzovoort. Ja. Want die mensen die het niet zo breed hebben, kunnen het niet kopen en zo. En die mensen die veel kinderen hebben en die het niet zo breed hebben, kunnen niks voor hun kinderen kopen en zo. De verhoogde prijzen in restaurants, winkels en bakkerijen zullen er misschien voor zorgen dat ouders extra gaan letten op de centjes. En misschien zelfs brood en lekkernijen thuis maken. Mijn moeder en mijn tante gebruiken Blom om dingen, roti's te maken en andere dingen. Oh ja, ik gebruik Blom, want ik bak mijn eigen koekjes, pannenkoek en cakes bak ik uit scratch, bak ik zelfs. En bij sommige mensen is het misschien iets minder zwaar, omdat zij de ondersteuning krijgen van familie uit het buitenland. Like, mijn tante support me en dan stuurt ze een hele doos van met Blom. Dus ik heb genoeg Blom thuis, dus ik koop eigenlijk niet meer. Maar niet alleen in Suriname zullen de prijzen van verschillende goederen stijgen. Ook in andere landen hebben de mensen last van prijsstijgingen. Zoals bij brandstof en zonnebloemolie en nog een heleboel producten. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder, voor haar kan het like echt zwaar zijn. Dan gaat het iets zwaarder worden voor gezinnen om te betalen. En dan hebben ze ook minder dingen om aan hun kinderen te geven en zo. Maar niet veel mensen hebben het breed. En dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Een prettige avond verder. Goedenavond.